Hallo allemaal, vandaag ben ik een beetje uit de route. Ik sta namelijk helemaal in Almere. Ik sta voor de deur bij Tropivis, de zaak van Bob Moermans en zijn vader. En Bob kennen we inmiddels natuurlijk allemaal, want we zien hem bijna om de dag langskomen op de diverse fora. Ik ben super nieuwsgierig naar zijn zaak. Ga je nu mee naar binnen? Goedemorgen Bob, alles goed? Ja, zeker. Ja, hartstikke lekker. Ik kom een beetje overleefd, helemaal naar Almere. Ja man, ik heb 2 uur over gereden. Maar ik ga eens even kijken bij jou wat wel allemaal de moeite waard was, jongen. Ja hoor, dankjewel. We gaan zo over praten. Is de koffie trouwens al klaar of niet? Goed zo. Super leuk dat ik vandaag bij jou mag zijn. Ik moet eventjes de camera een beetje netjes zetten zo, maar wat een mooie zaak heb jij man. Ik was hier nog nooit geweest. Ja. Ik zie je gezicht ongeveer 2 keer, 3 keer in de week op Facebook voorbij komen. Ja. Dus ik was echt super nieuwsgierig hoe het bij jou zou zijn. Ja. Hoe ben je hier zo meteen? Want je bestaat nog niet zo lang, hè? Een jaar denk ik. Nee, nu 2 jaar, iets langer dan 2 jaar. 23 mei is ons jubileum. En goed, we zijn ermee gestart puur uit, je zou bijna zeggen noodzaak. Omdat we nog wel merkten dat er heel veel mensen meer keuze wilden hebben in de polder. Zo zijn we daar mee gestart. We doen dit gezamenlijk met mijn vader. Dus het is een VOF. Ja. En dus alles wat we doen, doen we gezamenlijk. Hij zit al heel lang in de hobby. Ik doe het ook al een tijd. Ik zeg zelf wel eens, het is allemaal zijn schuld. Hij heeft me aangestoken. Ik begon met een aquarium. Voor ik het wist, had ik dit allemaal. In 2 jaar tijd zijn we wel heel erg gegroeid. Want we zijn gestart met simpele bouwmarktstellingjes. Met wat productjes erin. Nou ja, als ik 1 of 2 productjes op voorraad had van hetzelfde artikel. Dan was dat veel. Tegenwoordig hebben we gewoon eigenlijk altijd volle vakken staan en we hebben wekelijks aanlevering van producten. Vissen 1 keer in de 2-3 weken, planten zo ook 1 keer in de week, 1 keer in de 2 weken, een beetje afhankelijk van de drukte. We zijn gigantisch aan het groeien. We hebben een planteneiland bijgekregen omdat er gewoon heel veel vraag was naar meer planten. We zijn ook heel lang bezig geweest met de juiste plantenleverancier. We hebben bijvoorbeeld gezien dat er gewoon heel veel kwaliteitsverschil in zit, maar ook prijsverschil. En 1 ding wat we wel hoog in het vaandel houden is een goede kwaliteit-prijsverhouding. Hetzelfde geldt voor onze artikelen. We zien gewoon dat heel veel mensen tegenwoordig graag op webshops shoppen. Snap ik, zou ik ook doen. Alleen wat je hebt in de winkel is een stukje advies en dat missen mensen vaak. Dus wat hebben we onze producten verkopen? We gewoon voor hele scherpe prijzen, waardoor het eigenlijk bijna minder interessant is om online te shoppen, want daar heb je altijd nog procentkosten. Een leuk verhaal, maar jij bent dus eigenlijk net als ik vroeger als kind, ik was 4 jaar, mijn opa had een kwekerijtje in Amsterdam, ik ben ook geïnjecteerd met het visvirus ooit. Wat heb jij dus van je pa? Ja, dat heb ik inderdaad van mijn vader. Die heeft er ook al de jaren, sinds jaren dag aquaria gehad, allerlei verschillende soorten. Wel altijd zoetwater, ik zal ook altijd zoetwater. Zijn we gewoon wat meer toe getrokken. Vooral Zuid-Amerikaanse vissen vind ik persoonlijk het mooiste wat erbij is. Een heel uitgebreid scala aan soorten en geuren en kleuren. Daar ligt onze voorkeur bij. Maar los van onze voorkeur proberen we ook alles aan te bieden wat anderen mooi vinden. We proberen niet te veel winkelen uit onze eigen smaak. Als dat zo zou zijn, zou ik alleen maar discuswissen en roggen verkopen waarschijnlijk. We hebben ook guppies, we hebben ook andere levendbare soortjes, scholende visjes. Maar we variëren ook heel veel. We hebben niet zo'n hele grote winkel. Maar omdat we dus niet zo'n grote winkel hebben, bestellen we wel steeds wat anders. Zo is de groei er wat wils. Persoonlijk vinden we ook dat een te grote winkel ook ervoor zorgt dat we een beetje het contact met de klanten kwijtraken. En dat vinden we ook zonde, want we doen het juist omdat we het leuk vinden om hobbyisten op weg te helpen. Zo zijn we zelf ook gestart. We doen het zelf ook nog steeds. En we leren er ook elke dag nog steeds wat bij. En daar is ook niks mis mee. We hebben niet alle antwoorden op alle vragen, maar mensen gaan nooit met een vraagteken de deur uit. Sterker nog, we sturen mensen eerder met heel veel informatie de deur uit dan dat ze met een hele hoop vis de deur uit gaan. Want we willen wel graag dat ze aankopen wat ze willen hebben en dat het ook goed gaat komen.
heb je er net al stiekem eventjes door de zaak heen gelopen. En ik zag dat jij een heel groot assortiment Hikari voeren had. Dat valt me op, omdat Hikari eigenlijk al een heel oud voer is. Ja. Het bestaat al vreselijk lang. Ja. Ja, want het is misschien wel de oudste voerfabrikant van de wereld, Kamiata. Ja. Ik weet ook dat het geweldig voer is, alleen de meesten verkopen het niet, omdat het gewoon best wel aan de prijzige kant is. Ja. Toch kies jij ervoor om daar gewoon een hele schap, een hele stelling vol mee te hebben. Ja, ja, ja. Vertel. Wat we daarin hebben gezien, we zijn daar heel lang mee bezig geweest. Moet ik zeggen dat de leverancier destijds nog wat terughoudend was, maar eigenlijk eerst wel zien wat gaan jullie als klein aquariumzaak daarin nog meer eigenlijk neerzetten. Maar het ging ons om de kwaliteit van het voer. Daar zijn we zelf gewoon door de jaren heen in de hobby bekend mee geworden. En dat zie je gewoon, naar mijn mening, niet bij andere soorten voer. Je hebt zoveel keuze in het voer, of het nou zinkend voer is of drijvend voer is. Maar ook daarbij heeft het een positief effect op de groei en de kleurenpracht van de vissen. En dat is voor mij een unieke eigenschap bij voeders. Het is weliswaar iets duurder, maar ik vind daarbij dat de kwaliteit die prijs ver overstijgt. Er is zoveel keuze in. Je kunt voor iedere specifieke vissoort kun je voer geven. En er wordt zoveel zorg en aandacht besteed aan ieder korreltje voer dat erin zit. Alleen al het feit dat ze alleen maar met granulaten en tabletten werken in plaats van vlokjes geeft al een totaal verschil en een ander beeld, een ander kijk op de hobby. En dat kan ik ook waarderen, dat mensen ondanks het feit dat de meute het een doet, hun toch het andere blijven doen en nog steeds doen. Je hebt nog wat bijzonders, heb ik me laten vertellen. Iets van vissenopvang voor mensen die eigenlijk uiteindelijk erachter kwamen dat ze de verkeerde vis in huis hadden en dat soort dingen? Ja, ja. De reden daarvoor is, we hebben een adoptiesysteem. En de reden daarvoor is dat we al gemerkt hebben dat er heel veel mensen zijn die helaas hun vissen op vrij laten in de natuur. Gewoon door het toilet spoelen. En dat vind ik gewoon zonde. Dat zijn natuurlijk levende dieren, daar hoor je met respect mee om te gaan. Gelijktijdig vonden we het ook belangrijk om mensen een alternatief te bieden op dat soort wijze van euthanasie. Dus wat we doen is we nemen de vissen in, vervolgens gaan ze in quarantaine en als wij ze dan gezond bevonden hebben, dan bieden wij ze weer aan tegen een heel laag prijsje om onze kosten qua voer of medicatie er weer uit te halen. Op die manier zijn anderen weer heel erg blij met jouw vissen en komen jouw vissen goed terecht. Dus let er natuurlijk ook altijd op, net als bij elke andere vis, ook de vissen die ik bij mijn leverancier vandaan haal, dat ze goed terechtkomen. Dus dat ze niet in een te klein bakje terechtkomen of in een bak met slechte waterkwaliteit. Maar gelijktijdig zie je ook gewoon dat sommige mensen razend enthousiast zijn met een iets groter of volwassen exemplaar waar jij misschien op een hele onhandige manier afscheid van had genomen. Op het moment dat je iets hebt, kun je het altijd langsbrengen. Wel even van tevoren dat we ruimte hebben, want helaas wordt er gretig gebruik gemaakt van het systeem. Om het allemaal in één keer goed te doen is natuurlijk lastig, maar we proberen wel altijd mensen te adviseren van bij de eerstvolgende aankoop, denk er goed over na, doe een beetje research, er staat zoveel op het internet tegenwoordig, dus neem de tijd en lees je in. Zijn favoriete vis? Mijn favoriete vis, dat vind ik wel een hele moeilijke vraag om te beantwoorden, want er zijn er een hele hoop. Maar ik denk dat ik wel het meeste zou neigen naar discusvissen. Wat is dat toch met jullie handelaren? Jullie zijn allemaal gek met discusvissen. Ja, we zijn gek met discusvissen. Een aantal weken terug was ik bij Marco en die zei ook discusvissen. Ja, discusvissen. Ik vind toch wel dat ze vroeger al zeiden van koning van de aquaristiek, daar ben ik het nog wel mee eens. Ja. Ik vind dat er zoveel prachtige vissen tussen zitten. Ook de, voor sommige mensen een beetje toverballen kleurtjes. Ik vind ze mooi, ik vind ze schitterend, mooie vorm. Het is heb je hier ook discus op het moment? Ja, op het moment heb ik hier geen discussen. De discussen die bestellen wij en doen we echt alleen maar opbestelling. De reden daarvoor is de ruimte die wij hebben. En gelijktijdig dat we gewoon zien dat er zoveel diverse vragen zijn naar verschillende discussen. Dus mensen willen hele jonge exemplaren of juist volwassen exemplaren. Ze willen kweekkoppeltjes hebben. Ze willen er 10, ze willen er 20. Het varieert heel erg. En omdat we het dus alleen maar bestellen, komt allemaal rechtstreeks uit Duitsland vandaan bij Stenker. Weet je zeker dat je gezonde vissen krijgt. Je weet zeker dat de kleuren die je wil hebben, dat je die krijgt, dat ze allemaal even groot beginnen. Dat vind ik ook een heel belangrijk ding. Je krijgt gewoon hele mooie vissen voor een scherpe prijs, omdat we ze dus alleen maar op bestelling kunnen leveren.
Heb je nog wat bijzonders zitten op het moment? Ik zag, het apistogram is een mooi visje, maar ik had al stiekem net even rondgelopen, zei ik al. Ik zag een beetje achterin, zag ik nog iets moois uit het Amazonegebied. Ja. Geop Hagen is inderdaad. Geop Hagen, Stijn Dagneri en een erg mooi visje. Wel moet ik eerlijk zeggen, merken wij, het is een beetje een liefhebbersdingetje. Het zijn geen vissen die wij onderdag verkopen. Maar ik vind ze zelf persoonlijk ook gewoon erg leuk om te hebben. Ik bedoel, ik heb nog nooit zoveel aquaria bij elkaar gehad. Dus het is een beetje mijn persoonlijke collectie aan het worden. Maar er zitten absoluut hele leuke dingen tussen. En wat ik persoonlijk mooi vind aan die Geop Hagens is dat ze totaal niet schuw zijn. Ik voer ze uit de hand. En uiteraard in die kralievoer. En je ziet gewoon dat ze steeds mooier worden. Ze worden steeds groter. We hebben één mannetje zitten met meerdere vrouwtjes. En die doen het gewoon razend goed. Dus absoluut, hier zullen we uiteindelijk wel een goed thuis voor vinden. Maar mag wat langer duren dan bij een ander vissoortje. Ja. Is de bank nodig. Ja, je hebt wel wat ruimte nodig inderdaad. En dat is een dingetje wat we vaak tegenkomen. Is de trend is tegenwoordig een beetje kleine aquaria die je makkelijk ergens neer kunt zetten in huis. Een tip die ik mensen geef op het moment dat ze bij ons komen voor een aquarium is: ga eerst even een beetje naar wat je wil hebben. En ga dan kijken hoeveel vierkante meters je nodig hebt om je visje kwijt te kunnen. Want je hebt gewoon vaak een hoop ruimte nodig. Hoe groter die bak is, hoe makkelijker het te houden is. Klinkt ook commercieel. Maar dat zeg ik, het klinkt altijd heel commercieel, maar op die manier zorg je er gewoon voor dat de boel makkelijker stabiel te houden is. Je hebt wat meer ruimte om iets toe te voegen. Je komt niet te gauw ruimte tekort. Dat je toch moet gaan schipperen met van het kan wel, maar het is eigenlijk net te veel. Doe dat niet. En hou rekening met je filter, want je filter is berekend op een bepaalde hoeveelheid vissen, een bepaalde hoeveelheid biologische belasting erop. En als je daar steeds meer vis bij gaat zetten, dan zal je filter ook mee moeten groeien. Weet je, ik vind het echt geweldig dat ik hier vandaag ben. Ik ga nog eventjes mooi door de zaak. Ik maak nog wat mooie shots van die bakken. Ik heb het al gezien. Nou, mensen gaan gerust eventjes langs hier. Dat is werkelijk niet één bak waar ook maar een vuiltje ligt. Nou heeft hij natuurlijk stiekem alles gestofzuigd voordat ik langskwam. Ik mag eerlijk bekennen, zoals we het vandaag mee gaan maken, dat is toch wel echt wel de standaard die we erop nahouden. Wat is daar de reden voor? Ik kom zelf ook uit de hobby. En ik zeg zelf ook altijd, niks ten nadele van andere zaken die ik destijds bezocht heb. Maar je wil gewoon een mooie schone winkel zien. Je wil gewoon dat het netjes ingedeeld is. Dat je niet hoeft te vragen wat iets kost. Uiteindelijk heb je er het minste werk van. Ja, absoluut. En als je het gewoon bijhoudt, dan valt dat best mee. Doe het niet één keer in drie weken. Doe het gewoon wekelijks. En soms misschien doe je met sommige pakken wat vaker aan de gang. Doe het gewoon. Zorg er gewoon voor dat het er netjes uitziet. En mensen willen dat zien. Want je gaat geen vis kopen uit een bak waarbij je eerst moet vragen van algemeen. Nee. Houd netjes, zorg ervoor dat alles netjes ingedeeld staat. Dan zullen jullie ook zien dat wij dat ook zo doen. Ja. Super, Bob. Yes. Hey, dankjewel. Ja, we gaan even eens kijken. Helemaal goed. En die tijd, kijk dus als je vragen hebt. Wel. Zo, Bob, voor de prijsvraag van deze week heb jij ook iets wat je beschikbaar wilde stellen aan de kijkers van onze leuke vlog. Wat heb je daar in de aanbieding? Dat is een 2,5 liter can Flora Grow Pro. Dat is een complete plantenvoeding, inclusief nitraat en fosfaatbron. Je hebt ook Flora Grow. Dat is dezelfde voeding, alleen exclusief nitraat en fosfaten. En dat is wel handiger voor de mensen die last hebben van algengroei, maar nog steeds hun planten willen voorzien van de beste voeding. Uiteraard rijk aan ijzer, magnesium, boor, noem het maar op. Het zit er allemaal in. De dosering is eenvoudig en het zijn kwalitatief hele goede producten. Van mijn vriend André de Voogd, Colombo. Ja. Een super product. Absoluut. Hartstikke goed product. Yes, nou, goed. Dankjewel. Succes met het beantwoorden van de prijsvraag. Nou, dat was wel een avontuur zo in Almere. Maar het was zeker de moeite waard. Ik zou zeggen, ga gerust een keertje kijken bij Tropivis. Doe Bob vooral de groeten van me. En dan nu voor de prijsvraag. Je weet wat je kan winnen. Wat is dit voor vis? En als je dat raadt, kan je dus straks in de volgende vlog zien wat je winnaar bent. En dan ga je naar Bob en dan ga je je prijs ophalen. Ik wens jullie een fijn weekend. Hoi!